Het is donderdag 22 maart. Dat betekent dat vannacht precies om 12 uur de PlayStation 3 gelanceerd wordt. En dat betekent dat het tijd is voor een feestje. Them no say me no nice and where the rats to them. This the killer gunshot, it a go blast to them. Them on the meds, all the pint a come grass to them. I come fast to them, it a go blast to them. Well, don't know about it, why I'm in fast to them. Als GameKing zijn ben ik natuurlijk meteen naar boven gerend, daar al, naar de VIP-bar. Maar ik ben nog ineens beneden geweest, want hier schijnt het echt te feest te zijn. Dus ik ga eerst even kijken wat er allemaal is. Let's go. Hier heb je bijvoorbeeld een fucking grote tv. Waar je nieuwe Blu-ray filmpjes kan kijken. Nice hoor. Kijk, daar zijn we dan. Hier is het feest. De chicks die dansen aan de palen in bikini, zoals je daar kan zien. Daar is de phone party. Wow. En daar gebeurt ook wat. Hey, 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 kom eens. Hey, hey. Hup. Ja. Ik heb gehoord dat jij dit feest hebt georganiseerd. Ja, dat is wel wat te veel. Terwijl je met Ruben. Samen met Ruben. Maar en wat houdt dit feest precies in? We celebrate the PlayStation 3. Nee, ik vind gewoon, consoles zijn groot en er moet gewoon een beetje feest. In Amerika hebben ze feest, in Azië hebben ze een feest en in Nederland hebben ze nooit wat. En er moet gewoon verandering in komen en als niemand het doet, dan doen wij het wel. Hè? Natuurlijk op een gamefeest, je moet ook de opposites willen zijn. Dus daar zijn ze. Oké, DJ Funny. Misschien Melle, misschien moeten wij, jij en ik, argeloze bezoekertjes gaan vragen wat ze hier in godsnaam aan het doen zijn. Ja, goed idee? Ja, laten we dat gaan doen. Hey, hey. Jij bent hier voor de? Wat? Jij bent hier voor de? PlayStation 3. Jij gaat hem vannacht ook meteen halen hier? Nee, ik heb hem misschien, ik ga hem pre-orderen. Pre-orderen? Ja. Maar je gaat hem wel halen dus? Ja, dat wel. En welke games ga je dan bij scoren? Virtual Reality Fighter. Virtual Reality Fighter? Die ken ik niet. Ja, dat vechtspel, je weet. Virtual Fighter heet het. Virtual Fighter. Kijk, zie je dat? Dat is Skate. Laten we van dichtbij gaan kijken, Melle, wat Skate allemaal aan het doen is. Snel. Hij presenteert deze oorlijke avond. Oude snabbelaar. En hij is verdacht stil. En dan gaat hij weer. Ik zie daar zomaar in het beeld van PlayStation 3 party iemand van PlayStation 3 staan. Oh man. Hij loopt stiekem weg. Hey, alles goed? Ja, lekker met jou. Ja, zeker. Heel goed. De PlayStation 3 gaat vanavond gelanceerd worden in Nederland. Ja, zeker, zeker. Wat zijn de verwachtingen? Niet alleen in Nederland, hè? Hey, overal natuurlijk, maar vooral hier natuurlijk. Ja, we verwachten er heel veel van. Maar ik weet ook zeker dat het allemaal gaat goedkomen. De sfeer is goed hier. En ik denk dat er heel veel mensen zijn die er ook helemaal klaar voor zijn. En wij ook, dus een mooie avond gaat worden. Dat denk ik ook, ja. Wie ben jij? Wat, ik versta je niet, wat zeg je? Wie ben jij? Ik ben jullie editor. Een editor, zomaar hier in de zaal. Ruben Heren van Blammo TV. De organisator van dit feestje. Dit feestje, je kan het aan mijn rode bezweten hoofd zien dat dit mijn feestje is. Dat is een kenmerk van degene die feestjes organiseert. Dan krijg je een rood en bezweet hoofd. Nou, de PlayStation 3 is net gelanceerd. Het is 1 minuut over 12 en de grote meneer van de Free Record Shop staat daar, dus misschien dat we een paar vragen kunnen stellen. Zo even kijken. Zou ik u misschien even mogen laten vallen? Tuurlijk. De PlayStation 3 is net gelanceerd. Ja. Mooi feestje. Het lijkt me een succes. Ja, heel gezellig. Ik vind het ontzettend leuk om op deze manier een nieuwe computerconsole te introduceren. En het is een waanzinnig apparaat, nou, dat heb je net zelf gezien. En het is vreselijk leuk, dus ja, we hebben het heel geslaagd. Nou, dat was het dan, de PlayStation 3 launch party vanuit Hotel Arena. Het was gezellig, het was druk, het was lachen, het was gieren, het was brullen. En ik neem nog een drankje en ik zie jullie de volgende keer weer. Later.